De betaling van de invoering van rij- en voertuigenbelasting is uitgesteld tot 1 maart 2019. De betaling blijft geldig voor het hele jaar. Dit bevestigt minister Gilmore Hoefdraad van Financiën tegenover Star News. Er waren veel klachten van mensen over te weinig betaallocaties en de stickers. Ook in de Nationale Assemblée zijn er vragen gesteld over de technische kant van de invoering van de belasting. Organisatorisch moesten er zaken goed in orde komen. De betalingstermijn wordt daarom verruimd tot 1 maart.